Goedenavond allemaal. Ja, u heeft waarschijnlijk allemaal wel dat nieuws meegekregen over Galit. Ja, hij wordt ervan verdacht dat hij een medewerker of een ambtenaar van justitie heeft omgekocht. Ja, wij wensen hem de komende maanden heel veel sterkte. En in die tussentijd wordt zijn plek ingenomen door Jeroen Pauw. Goedenavond, welkom bij Sophie en Jeroen. Dat had een professionele aankondiging geweest. Ja, voor meisje Sophie. Maar nee, die ging daar een potje zitten amateuren. Nou, het was me daar pijnlijk, vrienden. Gênant, welk woordje er ook maar. Beschamend ook nog. En dan ging die Hanneke Groenteman, ja, die ken ik dan ook nog. Die ging daar ook nog aan mee zitten doen. En er zaten die twee dames, die zaten daar te shimmyën over de Galit. Ze zaten er gewoon bij als een van de breiclubje. Ja, waarvan de breipennen net gestolen zijn. Nou zeg. Ja, want de Galit was ineens, ja, was een hele lieve man. En was een hele lieve collega, was ook een schat ook, ja. En het kwam eigenlijk, was het allemaal ontstaan, dit hele gedoe, door een artikel in het AD. Die hebben eigenlijk de schuld van het hele verhaal. Ja. En niet dat de Galit verdacht wordt van omkoping. Nee. Nou, oh vrienden, wat een vertoning is dat zeg. Ja, en dat had dus een PVV'er moeten zijn, hè? Die Galit. Nou, dan hadden ze niet geweten hoe ze diep ze hem in de grond hadden moeten slaan. Nee. Maar nu is het van de eigen clubje. Hè? Van die Fara. Wat een enge secte is dat aan het worden. En dan gaan we allemaal om hem heen staan. En dan, dan is er zo helemaal niks aan de hand. Gadverdamme zeg. Ja. Oh. Ja, en dan die Jeroen Pauw. Jeroen Pauw. Waar ga jij nou aan beginnen? Hé, dan ga je daar. Luister eens goed. Pauw, jij hebt altijd meegedaan in de Premier League. Dat was jouw speelveld. Dat is jouw terrein. Ja, en nu ga je je zomaar meedoen met de vierde klasse amateurs. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. En straks komt dat ook allemaal uiteindelijk, aan het eind, komt het op je cv'tje te staan. Dat je ooit hebt meegedaan. Ja, dat staat er dan. En dan beginnen mensen steeds dan weer over. En dat staat er gewoon dat je hebt meegedaan aan Sophie en Jeroen.